vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van die beelden wat we gaan maken. En druk eerst even op die abonneerbutton. Like deze video. En druk op belletje. Blijf van alles op de hoogte. En het zou hartstikke leuk zijn hoe meer abonnees en hoe meer er gekeken wordt. En hoe meer leden erbij, des te beter kunnen we voor jullie betekenen. Dus in ieder geval, ik ben thuis aan het werk. Ik heb hier een en ander heb ik gedaan. De wc's, badkamer zijn we heerlijk schoon. En ik ben aan de lunch. En geniet in ieder geval van de beelden wat wij gaan maken. En als je ons YouTube kanaal nog niet kent, of wel kent, dat bedoel ik, als je wel kent, geef het dan even door aan andere mensen. Want hoe meer we hebben, des te meer kunnen we voor jullie betekenen. Dus in ieder geval, en dankjewel voor die nieuwe abonnees wat er zijn bijgekomen. Dank jullie wel allemaal daarvoor dat jullie naar ons YouTube kanaal zijn gekomen. Dat vinden we alleen maar mooi en positief om dit te horen en te zien. Dus in ieder geval, ik ga eerst even dadelijk lunchen, want de tosti is klaar. Kijk maar, hopla. Dus dan gaan we eerst even lekker lunchen. In ieder geval, yes. En kijk eens, tadaa. Nu heb ik alles opgeruimd en dat soort dingen allemaal. En kijk maar, dan is de wc weer helemaal mooi schoon. Even netjes terugzetten. Dus, heel goed. Ik ben er gewoon heel eerlijk in. Ik doe het liever één keer per week. Als ik daar de gelegenheid voor krijg, want het zou leuk zijn in de toekomst dat ik dat iedere week kan doen. Dan hoef ik niet naar de tijd te kijken en naar de baas te gaan. Maar goed, dat is het nou eenmaal niet. Dus kijk, hier staat alles. Dit ga ik even opruimen en dat soort dingen allemaal. En dan, ja goed, gaan we dat eerst even doen. Want ik moet dadelijk nog even gaan tanken en... even naar mijn familie toe. Dat zeg ik straks wel even. Maar voor nu ga ik eerst eens even dit opruimen. En heerlijk lekker douchen. Ja, dus in ieder geval. Ja, want de familie van mij had gebeld of ik even langs zou komen. Weet je. Jullie kennen het wel. Dus dat is wel hartstikke mooi. Dus ik ga dat en dat douchen. En dan kom ik. En dan kom ik dan zo bij jullie terug. Dus in ieder geval, dat ga ik doen. Even de slag. En daarna kunnen we leuke dingen doen. Plezierige dingen. Eerst werken, dan plezier maken. Dat is het motto. Ik heb me lekker gedoucht en ik heb me aangekleed. Ja, hier is nog was. Die laat ik even hangen voor wat het is. Want ik heb de schoenen heb ik aan. Want ik ga zo even er vandoor. Ik heb alleen de theedoeken en handdoeken even afgehaald. En wie ligt er heerlijk op de bank? Dat is de kat. Huh? Ja. Dus, ja goed. Ik moet het even opruimen. Hopla. Hopla, hopla. Nou. Dat is dat. Ik ga hier even zitten. Want ik wil jullie wat vertellen. Zo, ik ben er even goed voor gaan zitten. Als eerste, jullie weten dat wij een interview hebben gehad. En jullie voelen het al een beetje aankomen waar wij naartoe willen gaan. Het is namelijk zo, de foto's zijn mooi gelukt. Alleen ik heb de fotograaf geprobeerd te benaderen. Maar op een of andere manier is het toch een beetje moeilijk. Maar goed, dus in ieder geval. Ik had vorige week het krantje van Via Parkstad. Wat heb ik nou? Het krantje Via Parkstad. Kijk, gelijk even reclame maken. Want... wij staan in de krant. En er staat een hele tekst staat erop. Ik zal even een beetje... Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Dus ja, dat was toch een leuke krant. En Via Parkstad, dankjewel dat jullie ons een interview hebben willen afleggen. Dank jullie wel. Dus mocht je bladen hebben... wat dan ook, laat het ons weten in de reactie of via de mail, dat kan ook. Dan kunnen we beter met elkaar communiceren, daar niet van. Maar dit is de foto wat het is geworden, want de fotograaf heeft er een stuk of 10 geloof ik gemaakt.
En ja goed, ik wou jullie dit zeggen. En ik vind het zo prachtig dat wij in de krant zijn gekomen te staan. Dat is geweldig, want ik heb Linda al geappt. Maar goed, ik heb deze krantjes. Kijk, let op. En dan hebben we nog één. Dus ik heb er twee. Dus ik ga even strakjes ook naar mijn familie toe. Die zijn daarvan op de hoogte. Want ze vroegen al vorige week van, is het krantje al? Ik zeg nee, dat was toen wat voorrang had. En ja goed, dan is dat zo. Maar ik ben blij dat wij in de krant staan. Super, dankjewel nogmaals. Dus nogmaals, mocht je een interview van ons willen en je zit in die branche, laat het even weten of een opname of wat dan ook. Of als er bedrijven zijn die graag geïnteresseerd in ons zijn om een product te laten promoten. Dat zou ook hartstikke mooi zijn. Maar laat het even weten in een reactie. Of via de mail. Dus ja goed. Want mijn mailadres staat er geloof ik ook op als het goed is. Bij de beschrijving. Dus ja goed. In ieder geval. Ik heb mijn schoenen heb ik aangedaan. Ik ga heel even... wat ik al zeg, ga ik dat even doen. Ik heb Linda al op de hoogte gesteld. Want die wist het ook nog niet helemaal of ze vandaag erin zou komen te staan. Ik heb haar geappt met een foto. En dat was allemaal dik in orde. Dus ja goed, daarom ben ik ook een beetje vrolijk. Ik ben altijd vrolijk, daar niet van. Maar dit geeft ons toch weer een beetje speciaal dat wij in de krant zijn. En ja goed, is wat ik zeg. Mocht je een bedrijf hebben of in een radiostudio of... televisieprogramma in Limburg of whatever ook. Dat zou dan wel hartstikke leuk zijn om over ons YouTube kanaal te praten. En ook uiteraard producten te promoten van bedrijven die ons graag willen gaan investeren. Dat zou gewoon hartstikke mooi zijn. Dus in ieder geval, dat was de verrassing eigenlijk. Ja, jullie wisten het eigenlijk al van vorige week. Maar dit is toch echt iets bijzonders aan... Goed, zoiets maak je eigenlijk niet heel gauw mee. Ik ben er gewoon heel eerlijk in. En ja goed, je ziet het aan mijn gezicht. En het geeft gewoon heel veel moed. En ik ben blij hoe ver wij zijn gekomen. Nogmaals. Het is niet op de een of andere dag is het gebeurd. Het heeft echt... Ja goed, ik ben al 2 jaar ongeveer ben ik bezig. En het is wel gewoon fantastisch om... Ja, zoiets met jullie te delen. Is er wat ik zeg. Mocht je iets hebben wat je wilt graag promoten, doe dat vooral. Neem met mij contact op en we kunnen om de tafel gaan zitten. En ja, wie weet wat eruit gaat komen. Dus ja, het liefste wel heel veel goeds daar niet van. Maar ja goed, ik hoop het. Tot er ook steeds meer mensen gaan abonneren, kijken... En dat is wat ik vaak heb aangegeven. Hoe meer mensen dadelijk er gaan kijken. En hoe meer we echt van jullie kunnen gaan doen. En dat meen ik echt oprecht van mijn hart uit. Ja, dat is mijn borstkap. Maar van mijn hart uit menen we dat echt alle drie. En het is gewoon fantastisch. Dus ja, want op de school vandaan wordt u ook al herkend. Als vlogger. Huh? Ja, en dat is toch gewoon wel weer fantastisch. Dus ja, ik hoop na vandaag en vooral na dit. Dankjewel via Parkstad nogmaals. En vooral de in het bijzonder Tim wil ik heel erg bedanken. Die heeft het artikel voor ons geschreven. Dus ik heb een... Korte wil ik niet zeggen. We hebben een hele leuke interview hebben gehad. En het is gewoon fantastisch om nogmaals zoiets mee te mogen maken. En het zou nog super leuk zijn als wij steeds meer abonnees erbij krijgen. Ja goed, ik wil niet gaan bedelen. Mocht je het leuk vinden, prima. Maar mocht je wat minder leuk vinden, ook goed. Wij zijn niet zo moeilijk. En mocht je ons onderweg tegenkomen of wat dan ook. Of je komt mij alleen tegen en je wilt op de foto. Mag het echt ook hoor. Dus... Het is echt geen probleem. Ik ben ook een mens van vlees en bloed. En ja goed, we zijn allemaal hetzelfde op dat gebied qua vlees en bloed. En ja goed, het zou gewoon hartstikke leuk zijn als wij
nog groter zouden worden. En daar heb ik jullie hulp, heb ik daarbij nodig. En het is gewoon fantastisch. Dus hoe meer leden, hoe meer abonnees, hoe meer er gekeken worden nogmaals, kunnen we echt voor jullie doen. Want ik vind het zo fantastisch waar wij nou momenteel terecht zijn gekomen. Nogmaals, echt. Dank jullie wel daarvoor. Echt, dank jullie wel nogmaals. En het is gewoon fantastisch om ons leven ook te laten zien. En ik hoop dat ik jullie daar ook een beetje inspiratie in geef. Om misschien zelf ook te gaan vloggen. En ook iets moois ervan maken. Ik weet, het begin is moeilijk. Ik heb dat ook gehad. En het is gewoon fantastisch om deze resultaten te halen. Gewoon. En nogmaals, het is niet dat ik wil bedelen. Wij menen het allemaal wat wij op beeld zetten. Ja goed, wij zijn ook maar mensen. We hebben ook soms wel eens een mindere dag. Dat hoort er allemaal bij. Maar ondanks dat gaan we gewoon gezellig door. Het is gewoon fantastisch om dit met jullie nogmaals te delen. En het is fantastisch. Dus ja goed, even dat. Ik ga mijn jas aandoen en ik ga met de scooter richting mijn familie het krantje afgeven. Kunnen ze ook lezen en dan, ja, dan zal ik waarschijnlijk dadelijk, en anders laat het even in de reactie weten om te herinneren. Dus, en het is gewoon nogmaals, dank jullie wel. Ook voor de vele abonnees wat erbij zijn gekomen. Een shout-out voor jullie allemaal als kijker en abonnees. In ieder geval, mocht je ons YouTube kanaal kennen, geef het alsjeblieft door nogmaals en het is gewoon fantastisch. Ik wil heel graag voor jullie, of wij, excuses. Wij willen zoveel voor jullie betekenen qua vloggen en laten zien. En dat is gewoon fantastisch. Want ik had nooit gedacht, 2 jaar geleden tot ik begon. Of 2,5 jaar geleden. Tot ik begon van waar ik terecht zou komen. En zoals je ziet, ik plaats iedere dag een vlog. Ik plaats af en toe shorts. En het is gewoon fantastisch om zoiets te mogen doen en te kunnen doen. En dat is gewoon hartstikke mooi om het te doen. Want bij mij op het werk weten ze het ook. En ja goed, zoals jullie weten werk ik bij de post. Alleen ja, dat bedrijf wil niet in beeld komen. Waarom weet ik niet. En ook mijn werkgever, ja dat is dan de post, maar tot ik laatst bij het hoofdkantoor ben geweest. Mensen willen het ook niet met alle begrip en alle respect ervoor. En dan hoor ik me daarbij neer te leggen. Dus ondanks dat, maar nogmaals, mocht je een bedrijf hebben die graag wil promoten, laat het even weten, want het zou super leuk zijn. In ieder geval, dat gezellig bijgekletst hebben. Ik zie dat al aardig op een lopende stijg, maar dat maakt niks uit. En ik vind het gewoon fantastisch om dit voor jullie te doen. En nog even het laatste. Wij zijn alleen maar bezig met herinneringen op te bouwen. Van stel over 20 jaar. Hoe was het 20 jaar geleden of 30 jaar geleden. Weet je, en dat is gewoon mooi om dit te kunnen doen. En nogmaals, mocht je er zelf geïnspireerd in raken. Doe het vooral, zou ik zeggen. En volg je pad, het goede pad wat je tegemoet komt. En dat doen wij dus ook. Ik ben nog niet zo heel erg groot. Ik ben heel erg dankbaar met de abonnees wat er zijn. En we proberen ons best te doen. Iedere dag. En ja goed. De ene vlog gaat wel beter als de andere. Maar het zou gewoon hartstikke leuk zijn als er op één vlog 1K gekeken zou worden. Dus en bij deze sluit ik de woorden erbij af. Ik ga nog niet afsluiten. Want ik ga even, want Linda komt straks over een uurtje of 2 is ze thuis. En dan wil ik haar dat ook even laten lezen. Want er staat echt een hele tekst. En we staan in de Limburger online. Dus in ieder geval, als je daar ook lid wil van worden of abonneren. Ik geloof per maand kost 3 euro, geloof ik, online. Kan je ook doen. En ik geloof 1,50 euro per week of zoiets, weet ik veel. Maar dat weet ik niet, maar mocht je erop willen abonneren, doe dat vooral ook. En dan, wij staan er ook op. Dus, ik ga mijn jas aan doen. Ik heb mijn jas aan, ik heb de scooter even aangezet, helm op en dan rijd ik even richting de stad. Want ik moet ook nog tanken, volgens mij heb ik dat al gezegd. Maar goed, in ieder geval, ik ga die kant op. Doedeloe.
Ik heb betaald, dus ik ga de helm op doen en dan gaan we even daarheen. Toedeloen. Ik ben bij mijn familie, ben ik aangekomen. Ik ben een sleutel pakken. Ja. En dan ga ik even daar binnen gezellig kletsen. Yes, alright. We hebben gezellig gekletst, dus ik ga op buiten. En dan gaan we de helm opzetten en dan richting huis toe. Yes, alright. Ik ben weer thuis. Het was hartstikke mooi. Dus in ieder geval... Zo, hebben jullie beter zicht op mij. Ik heb het ze laten lezen en ze vonden het prachtig dat wij in een krantje stonden. Ja goed, ook die foto met ons drieën erop, dat is wel hartstikke mooi. Dus ja goed, ze hebben het gelezen nogmaals. En ze zegt ja, hopelijk worden jullie heel groot. Want dat zou echt leuk zijn. Dus ja goed, in ieder geval, dat is dat. Dat is de kat, die zat lekker voor het raam, want ik ben blij dat het zonnetje schijnt. Ja goed, dat is dat. En Linda komt dadelijk ook thuis en dan ga ik over een klein half uurtje halen. En dan kan ik boven even nog wat aan de was doen, want die heb ik gisteren gedraaid. Dus ja goed, we hebben gezellig gekletst daar bij mijn ouders en was super leuk. Dus in ieder geval, van nu zeg ik even tot later. Kan ik de apparaat ook even oplaaien. Ja, het hoort er allemaal bij. Ja, dikke duim voor jullie nogmaals. Dus in ieder geval, ik ga naar boven toe. Mijn schoenen uitdoen en dat soort dingen allemaal. En dan ga ik even aan de slag. Yes, alright. Toedeloe. Like deze video. Ik heb me de jas aan gedaan. Ik ga naar de BSO om Daan van de BSO af te halen. Dus in ieder geval, dat ga ik doen. Ik ben met de was ben ik zover gekomen. Het vouwwerk heb ik allemaal af. Alleen de strijk moet nog een paar dingetjes gestreken worden. Maar ja, dat komt dan wat later. En ja goed, dat zien we dan wel weer. Maar goed, voor nu zeg ik even. Ik ga die kant op. En ik heb Daan zijn spullen gehaald. Want Daan gaat heerlijk lekker buiten spelen. Want het is heerlijk weer. Het is wel wat frisjes, maar het is lekker in de zon. Ik ben blij dat de zon nog schijnt naar... Maanden hebben geregend. Ja goed, we hadden wel eens een opklaring daar niet van. Maar het is wel hartstikke mooi. In ieder geval, ik ga zijn tas even uitpakken. En dan gaan we weer verder. Yes, like deze video. Wij zijn weer compleet. Dan zijn we thuis. Daar is Linda. Hallo. Dus Daan was uitgespeeld. In ieder geval, wij hebben de jas aan. We gaan op naar de auto. En dan zeg ik zo waar we naartoe gaan. Wij zitten in de auto en we moeten even naar de huisarts voor Linda. Ja. Want wat is het probleem? Ik heb wel wat verloren, dus we gaan even naar laten kijken. Ja goed, bij mij is het overgegaan gelukkig, maar ja, bij Linda is het een beetje blijven hangen. Dus in ieder geval, we gaan even die kant op en dan Het is wel minder geworden moet ik zeggen, dat wel, maar okay, even naar check, laten kijken. Double check. Yes. We zijn er, dus we gaan naar binnen, ons melden en dan gaan we dat even doen en dan een plaatje zoeken. Ja. Zoals jullie zien ben ik bij het tankje ben ik aangekomen. Ik denk ga maar eerst even tanken en dan kan ik er wel vol gooien. Kijk aan die benzineprijzen. Hap ja. Ja, niet klagen. Klagen is dragen. Hè? Nou, ik ga even verder tanken. Zo, ik heb getankt, dopje erop en dan ga ik binnen betalen. En dan kunnen we weer gaan. Wij staan weer buiten, dus ja goed, ik kon niet praten in de wachtkamer, want er zaten wel een aantal mensen. Dus ja goed, ook daar moet ik overheen. Dus, maar in ieder geval is allemaal weer in orde. Yes! Wij gaan nog richting? Hi! Yes, en dan zie je ons thuis. Wij zijn weer thuis, dus ik heb het Linda laten zien. En Daan ook, Daan wist het niet. Dus ja goed, we waren even naar de Jumbo geweest hier op Heerlijden. En de kassenjuffer was al lachen, dus die zag dat al. Dus, maar dat krantje ligt gewoon in de supermarkt, verzorgingstehuis.
Volgens mij zelfs bij de bakker en weet ik het allemaal. Dus is wel leuk. Dus wat is jouw eerste reactie? Geweldig. En jou dan? Ja, leuk. Leuk, hè? Ja. Dus in ieder geval, dat is dat. En dan, ja goed, gaan we dadelijk eten maken. Wat we gaan eten, dan neem ik jullie gezellig in. Mee. En wat gaan we maken? Een heerlijke soep. Ja. Lekker soepje maken. Gaan we dat eerst? Daan gaat zich wat anders maken. Maar ja, goed. Dat is Daan, hè? Eerst even dat eruit halen. Dan doe ik er 3 van in. Nee, ga maar even liggen. Ja, en dan wou geen soep. Ja goed, dan houdt het op. Ik wil lekker hamburgers. Cheeseburgers. Ja, hij gaat zich een cheeseburger maken met cheddarkaas. Aan heerlijke bolletjes. Hij zegt, ik heb er absoluut geen zin in. Ja, oké, okay, dat kan. Oh, dat is te veel boter, denk ik. Nee, zo goed. Dan hebben we dat. Hoef ik daar niet aanstaan te kloemelen. Niet op het. Mag ik even erbij? Met die nodig. Even. Mag ik dan erin? Jij bent aan het koken, dus als jij dat vindt, prima. Nou, in ieder geval, ik ga eerst eens even dat doen en verschillen en het vergiet erin doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. De bloemkool heb ik geschild. Ga ik even de prei even. En dan haal ik hem zo door midden en doe ik dan zo even wassen. Er kunnen zandkorreltjes in zitten. Ja. Dat kan, dat je hem op je hamburger. Oh ja, zijn die zo klaar? Hamburgers zijn zo klaar, ja. Ik doe even de prei even schillen. Snijden we de schillen. Ja, we gaan ze schillen. Yay! Doe de tweede. Ik doe even iets zachter gezet. Ja, ik vind het prima. Doe het even wassen. Ja. Dat is wat Dana zegt, er kan het zand tussen zitten. Hè? Ja goed, die groeien en dan... Mag ik even de cheddarkaas? Ja, alsjeblieft.
Oeh, we hebben nog meer wortels. Oeh. Daar komt de baas. Kijk. Daar komt de baas in. Ja. Huh? Vertel, ik ben kijken. Ben je al ander in de bakken, jongen? Ja. Ja. En ik ben een beetje boter erop aan het doen. Goed zo. Ja, we staan met mijn krantjes, heb ik jullie al gezien? Ja, ik heb het hele verhaal al verteld. Oh, ja, maar ik denk dat je iets te veel kaasjes hebt gepakt. Nee hoor. Dat zijn er. Dus, ja, oh. Goed. Spannend. Wat is jouw, oh, ze loopt gewoon weg. Ja, ik heb een drinkje terug. Ja. Zit dat in een pakketje? Papa, hoe kan ik zien van de binnenkant dat het is? Ik denk dat het nou wel langzaam goed is. Moet je wel even omdraaien, anders wordt het zwart. We hebben dadelijk een zwarte hamburger. Cheeseburger. Ja. Zo, dat begint mooi. Vertel eens even, Linda, wat was je ervaring? Ja, het was alleen leuk om te doen. We waren weer gebeld. Kort interviewtje. En nou zijn we in de krant met een foto, waar we bij Rode JC een foto laten maken. Ja, dat hebben we ook een krantje en ja, ik vind het missie geslaagd. Dus ik hoop dat jullie krantje lezen, die jullie ook. Ja, dat denk ik niet. Nee. Het is alleen een parkstad. Ja. En voor de rest, ja, Walter gaat groentes op maken. Ja. Daarna zal handelen gaan maken. Dus ja. Kijk eens, heb ik mee? Ik kan me zo. Wat is dit? Wat is? Lekker. Kun je mij een beetje helpen? Moet je mama even vragen. Een sherrykaart op te maken. Dat kan mama wel. Linda. Ja. Kun je Daan even helpen? Hij krijgt weer wat niet open. Kan je niet meer gebruiken? Nee, dan gooi je die weg. Dus, ja. Goed, ik ga nog even verder uit verschillen. De wortel heb ik gesneden en dan ga ik die ook even snijden. Dan ga ik. Het gaat een beetje moeilijk. En ik kreeg de kaas er niet uit. Zo even snijden, want als ik met dat schilmesje dat moet doen, dan ben ik tot morgen vroeg van het schillen. Ik krijg het niet. Zo, dan doe ik hier. Even een beetje schrapen. Je kan het niet zien. Kijk, doe ik meestal even zo. Dat dat laagje eraf is. Ja, dan doen we maar een stukje afsnijden. Kan ook. Heel dun stukje wat ik eraf afgesneden. Ja. Nou, dat gaat hierin. Dat draaien we dadelijk al op met de rest. Dan gaan we die ook even eerst even grof schillen. Dit is wat haast, dat heeft al wat langer nodig met koken.
kleine blokjes. Kijk maar. Oh. Kijk. Kleine blokjes. Lukt het? Hé daar. Hier. Maar ja. Oké. Dan moet je wel zacht opzetten. Kaas valt er van alles. Nee. Ja, dat kan. Zo. Dan gaan we dat ook even verder snijden. Hè? Terwijl Daan de hamburger maken zijn. Ik heb nou alles gesneden. Dus ik ga de pan met water en die blokjes even vullen. En dan kan ik de groenten schoonmaken. En dan kan het water aangezet worden. Blijf doortikken. Nou, even de groenten even omspoelen. Zo. Lekker bordje soepgroenten. Zo, dat is dat. Dat laten we even kijken wat het is. Dan ga ik het even hier opruimen en de rest even klaarzetten voor de rest van de soep. Want ik moet nog meer hebben. Buiten groenten en die blokjes en water. Dus dan gaan we dat even doen. En ik heb hier weer een beetje plaats gemaakt. Ja, dat zijn die knappe bolletjes. Vermicelli en de soepenballetjes. Dus ja, ik moet even wachten tot die blokjes zijn bezweken. Dat die gesmolten zijn en dan kan de rest gaan dan allemaal erin. Dus ja, zo doen wij dat. Dus in ieder geval, daar gaan we even wachten tot het klaar is en dan kan ik weer andere dingetjes doen, want dat moet ook gebeuren. En dan kom ik dadelijk bij jullie terug. Like deze video. De blokjes hebben zich dat gedaan. Nou, dan gaan we de groenten erbij doen. Ik had al mijn handen gewassen, dus ja. Ja, ik moet jullie even neerzetten. Zo. Die oh, dat is wel goed hè? Ja, 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 zeker. Hè? Dat even. Goed roeren. De kat is ook hier. Awa. Heerlijk soepje, echt. En dat is ook weer gezond, hè. Dat er ook gelijk bij. Dat is één. Ja, en welkom bij de aflevering. Wat zeg jij? Kijk. Wat zeg jij? Ja, dan gaan we even verder. Daarom doe ik maar de helft van de pan. Zo, is die op? Heb ik geen vermicelli meer? Oh jee, kijk hulp in de keuken. En dan heb ik nog heerlijke knappe bolletjes met Maggi. Mag je wel of mag je niet? Vandaag mag het wel. En dan gaan we wachten tot het klaar is. Dus kunnen we daar heerlijk lekker soepje eten. Lilla is een tafel aan dekken. En wij gaan er nog even verder. De soep is klaar. Dus kan ik die even op tafel even zetten.
Nou, dan hebben we dat in ieder geval op tafel. Kan het hier afkoelen. En kijk eens, tadaa, heerlijk groentesoep met balletjes. Het soepje was heerlijk, dus ik heb 2 borden heb ik gegeten. En Linda heeft maar 1 bord. Ik heb 1 bordje soep. Kom ik ja. Een bordje soep. Dan ga ik even de rest maken. Dus dit was het voorgerechtje en dan gaan we aan het hoofdgerecht beginnen. En wat is dat? Lekker stukje vlees. Nee. We eten rijfkoeken, krilaardappelen, echte wortelen en een lekkere salade erbij. Dus, en dan neem ik jullie ook gezellig mee. Gezellig. Wat is het? Gezellig. Ik denk 2 groenten. Oeh, dat is een beetje te veel. Ja. Alle 2 erin doen. Ja? Dan ga ik wel een echte wortel aan de aardappel te zetten. Dan. Zo. Dan. Doen we dat. Ik ben net wat je nou doet. Hier komen. Ja. Dan is het een beetje ondeugend. Maar ja, goed. Dat zullen jullie ook wel kennen, hè? Even eraf halen. Heel tegen de warmte onder pakken. Ja. Even hier. Ik moet een pannetje pakken. Voor de rijstkoeken in te maken. Zo. Dat is dat. Een pollepel pakken. Zo, lekker volle bak groenten. Ja. Deze had ik al opengeknipt. Niet dat je denkt van, hé, hoe kan dat? En dit is een of andere kruiden. Maar ik heb dat een paar maanden geleden heb ik dat erover gedaan. Was echt heerlijk, maar... Nee, dan vond het niet zo tender. Dus dan heb ik zoiets van, oké, dan laat ik het liever even achterwege. Dan is dat ook niet zo erg. De soep is nog over. Dan kunnen we morgen nog een heerlijk soepje eten. Afvragen waarom ik zo onhandig bezig ben, ik weet het ook even niet. Hopla, we moeten even omspoelen. Het blijft van die sap achter. Ah. Ja, kijk, dan heb ik er wel van die vettige handen van die sap. Krijgt dat er nu. Maar ja, daarom is de schaar in de leven lopen. Hè? Zo, ik ga het opruimen. Dan gaat het straks weg. Die gaan we straks opmaken. Dat wachten we even. Hopla. Nu hebben we weer kokerellen. Lekkere rijstkoeken. Ja goed. Stond een emmer. En dan kan je ze zelf maken. Maar als jullie kan herinneren, heb ik dat een keer zelf heb ik dat gemaakt. Maar ik had ze iets te dik gedaan. Niet erg, daar niet van, maar ja, ik ben er eerlijk en ik vind dit toch wel makkelijk. Ja, kijk. Dat zijn de 2 blikken echte wortelen. De krieltjes. En de heerlijke rijpkoeken.
En dan ga ik die dadelijk maken. Ja, dat wordt dan vanmorgen. Kunnen we nog een bordje eten als Linda ook trekken heeft. Huh? Dank je wel, wat een lekker soep. Goed, ja. Soep. Lekker. Lekker gezond, hè? Ja. Krijg tenminste een beetje kleur. Nou, in ieder geval, ik ga nog even verder. Want Linda was met de tafel bezig. Terwijl dat heel lekker zijn gang gaat, ga ik even de salade even maken. Dat is kip en kaas. En dan hebben we zo'n sausje erbij. Moet ik even lepeltjes pakken. Wel in de tussentijd dat ook in de gaten houden. Ja goed, rijpkoeken zijn heel vlug klaar. Een beetje van elkaar. Een beetje rustelen. Dan doen we dit. Dan heen. Niks zeggen. Snoepen. Nou, in ieder geval, dat is klaar. En dan ga ik de rest even klaarmaken. Het eten is klaar. En ik denk dat deze vlog iets langer uitloopt als normaal. Dus ja goed, ik ga het even allemaal klaarzetten. En dan kom ik dadelijk bij jullie terug. Dus, magnifiek. Zo, kijk eens. De maaltijd staat heerlijk op. Tafel. Dus wij gaan heerlijk lekker eten. Ja, Daan was even achterom aan het voetballen. Wat weet ik veel. Daar is die. Oeh, het is gelijk vochtig hier. Of beslagen we dus. Yes, in ieder geval, wij gaan eten. Wij zijn weer even een tijdje verder en we hebben heerlijk gegeten. We hebben de buik vol met alles. Dus wij gaan de boel gaan weer opruimen. Linda gaat nog even wat drinken. En dan kan ik de aanrecht schoonmaken en dat soort dingen allemaal. Dat gaan we eerst even doen. En daarna kom ik bij jullie weer gezellig terug. Wij zijn weer even wat verder. En we hebben de boel hier allemaal opgeruimd. En weer netjes mooi schoongemaakt. Ik moet de vaat aanzetten. Ja. Hopla. Ik kan niet op schoon draaien. Ik heb gedeeltelijk van het ontbijt klaargezet. En dan ga ik bij deze de vlog ga ik dan afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou ik hartstikke leuk en fijn vinden. En dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval, hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is, wensen we jullie toe. En druk even op die abonneerbutton. Like deze video. En druk op belletje.
het zou hartstikke leuk zijn als je lid zou worden. Ik heb het gisteren gedaan. Kijk die vlog nog even terug van gisteren. En dan komt alles dik in orde. In ieder geval, toedeloe en tot morgen. Doei! Oh, dag Daan. Zeg maar dag Daan. Dag. Doei! Tot morgen! Doei!